Yo, wat up gasten! Jullie hebben erop gewacht! Met zoveel mensen! Het is tijd voor een nieuwe Banjo Movie! En ik heb nog nooit zoveel vragen gehad voor deze Banjo Movie! Het is een nieuwe verse 50 jaar! Ongelooflijk hoeveel mensen daarom hebben gevraagd. En door een of andere vage reden heb ik nog nooit deze verse 50 gemaakt. Want je kent het wel, je zit lekker thuis te gamen, te niksen of je nagels te doen. En je ouders komen binnen en die willen dat je gaat leren. Goed nieuws, ik heb smoesjes, waardoor jij niet meer hoeft te leren. En het zijn er weer 50. Wauw. Laten we snel beginnen. Ik kan niet leren, want ik ben het raam vergeten dicht te doen. Ik kan niet leren, want mijn opa wordt zo meteen geboren. Ik als jeuk aan mijn bed en toen ik kraag ging krabben, viel ik erop in slaap. Ik kan niet leren, want de Verenigde Naties is aan het overleggen of ik wel mag leren. Ik moet vanavond naar het ziekenhuis. Ik ben al 5 maanden niet ongesteld geweest. Ik kan niet leren, want ik ben boos omdat ik mijn voorhoofd niet kan zien. In mijn huis is leren verboden. Ik kan niet leren, want mijn potlood is gebroken. Mijn hart is gebroken. Mijn hand is gebroken. Vannacht was er bij mijn huis ingebroken. Vannacht zijn al mijn spullen gestolen, want mijn kluisje was opengebroken. Oh nee, ik kan vanmiddag niet leren, want sorry, want ik heb een optreden, Justin Bieber van de Lage Landen, je weet zelf. Ik kan niet gaan leren, want ik ben getraumatiseerd door twerkende Miley Cyrus. Mijn computer heeft liefdesverdriet en ik wou hem gaan troosten door met hem te gaan spelen. Mijn piemel heeft liefdesverdriet en ik wou hem gaan troosten door met hem te gaan spelen. Ja, wat flauw. Ik kan niet leren, want mijn doucheputje is verstopt en ik moet hem echt gaan zoeken. Net voordat ik ging leren, wou ik even een broodje gaan roosteren. Alleen wat blijkt nou, ik heb hier een brood. Niet slim, want nu heb ik al mijn schoolspullen in de broodrooster gedaan. Ik hoef niet te leren, ik wil later toch de prostitutie ingaan. Wat? Leren? Wat is dat? Is dat eetbaar of zo? Ik wil me altijd kleden voor de gelegenheid, alleen ik heb geen leren kleren, dus zonder leren kleren kan ik niet gaan leren. Ik kan niet leren, want ik moet nog een Magikarp vangen. Ik kan geen proefwerk maken, want mijn wandelende takken zijn jarig. Woo! Waarom zou ik gaan leren? Ik bedoel, kijk naar Britt Dekker. Je kan zo dom zijn als je wil en tegenwoordig geld verdienen. Ik hoef niet te leren, ik wil later een ninja worden. Ik kan niet leren omdat ik mijn schoolspullen kwijt ben. Vorig jaar met Sinterklaas was mijn enige wens dat Zwarte Piet mijn huiswerk ging doen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij ging mijn huiswerk doen. En wat is er nu gebeurd? Ze hebben Zwarte Piet verbannen. Leuk, ik krijg mijn spullen niet meer terug. Die liggen allemaal in Spanje. Ik moet vanavond naar het ziekenhuis voor een penisverkleining. Oké, een penisvergroting, sorry. Hey, weet iemand waar mijn pen is? Nee, oké. Jammer. Sorry, ik ben vergeten hoe je moet lezen. Ik kan niet leren, want er ligt een dolfijn in mijn tas. Oh, 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 oh. Ik kan niet leren, want mijn opa heeft al mijn schoolboeken opgegeten. Mijn tas heeft mijn boeken gegijzeld. Aliens hebben mijn schoolboeken meegenomen om te bestuderen voor later thuis en zo lekker chillen, je weet zelf. Van mijn geloof mag ik niet leren. Ik kan niet leren, want GTA 5 is uitgekomen. Oh mijn god, die gaat iedereen waarschijnlijk gebruiken, alsjeblieft. Ik kan niet leren, want ik had ruzie met een banaan. Oh, ik kan niet leren, man. Mijn onzichtbare hond is aangereden. Oh. Ik kan niks doen, ik heb namelijk ruzie met mijn stoel. Hij is vreemd gegaan. Man, ik heb in plaats van boeken kikkers meegenomen. Oh, nu kan ik niet leren. Sorry, man. Leren? Nee, sorry. In mijn vrije tijd worstel ik alleen met leeuwen. Ik hoef niet te leren, want ik ben koning Woolly Woolly. Dat lijken mij genoeg argumenten voor vandaag. Ik ga naar huis. Ik kan niet leren, mijn vader heeft me nodig. De aftastbediening is kwijt. Leren voor een proefwerk. Werk. Werk, hè? Kinderarbeid. Nee, sorry, ik doe niet aan kinderarbeid. Ik kan niet leren, want ik heb mijn spullen in mijn kluisje laten liggen. Ik hoef niet te leren voor het proefwerk, want ik mag van mijn docent toch geen onvoldoendes meer halen. Dus ik mag het proefwerk sowieso niet doen. Ik kan niet leren, want er zit een vuurspuur in de cyberdino tussen mijn boeken. Nadat ik Miley Cyrus heb zien twerken, heb ik mijn ogen eruit gestoken. Dus ik kan niet meer lezen nu. Ik kan niet leren, want ik ben allergisch voor leer. Als dit zo doorgaat, kan ik beter mijn eigen begrafenis plannen. Ik bedoel, ik leer mezelf dood. Oh. En dat waren ze alle 50. Hopelijk heb je genoten. Ik denk het wel, want het waren weer nieuwe smoesjes. Laten we afspreken dat bij 5000 groene duimpjes ik binnenkort terug ben met een nieuwe verse 50. En ondertussen kun jij de link hierboven delen met al je vrienden. Plak de link naar 49 vrienden. En ga lekker met z'n allen chillen buiten. Doe het via Facebook. Doe het via Twitter. En waag het via Hives. Als je het via Hives doet, zoek ik je op. In ieder geval bedankt voor het delen van deze video met al je vrienden. Stuur de video door naar iemand die nooit leert. Nu kan die nog vaker niet leren. Of stuur hem door naar iemand die altijd leert. Nu kan die minder vaak leren. Je snapt het wel, stuur hem gewoon door. En abonneer op mij doe je hier beneden. Klik daarop en je krijgt altijd mijn video's op jouw YouTube. Dan krijg je vaker smoesjes en hoef je nooit meer iets te doen. Oh man. Dus bedankt voor het groene duimpje, het delen met al je vrienden en het abonneren hier beneden. Zometeen zie je allemaal video's, die zijn allemaal klikbaar. Kan je nog meer kijken van de verse 50. Bedankt voor het kijken van deze verse 50 en ik check jullie later. Banjo.